Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Wat super leuk dat je weer kijkt. Zoals je al aan de titel hebt kunnen zien, gaat dit over de operatie aan mijn rectusdiastase. Zeg maar de buikspieren die uit elkaar staan. En daar heb ik al video's over opgenomen, over de operatie en hoe het de eerste weken na de operatie ging. En ik wilde er een opnemen als 6 weken update, maar het is inmiddels een week later. Dus 7 weken update, 7 weken na de operatie. Dus ja, hoe gaat het nu met mij? Het gaat goed. In de vorige video vertelde ik al dat het een beetje te traag voor mij ging. Dat het de eerste weken gewoon snel ging met het herstel. Ja, je komt echt van hit by a bus naar oké, ik kan wel gewoon weer redelijk bewegen. Maar ik kon niet zo lang rechtop zitten en dat heeft echt heel lang geduurd. Na 6 weken ben ik weer begonnen bij de fysio. Dit heb ik gedaan omdat ik eigenlijk al 2 jaar lang zeg maar om die buikspieren heen probeer te werken. Ik heb eigenlijk vanaf week 16 in de zwangerschap van Elin heb ik fysiotherapie gehad. En heel erg geleerd hoe ik mijn schuine buikspieren kon versterken om zeg maar de balans op te vangen. En na de zwangerschap nog extra, die heb ik ook heel erg getraind. Om in de hoop dat ze de spieren bij elkaar zouden houden, dat het niet erger zou worden en dat ik toch een soort van stabiliteit zou hebben. Dus dat heb ik heel braaf gedaan, maar wat de chirurg nu zei is, nu moet je juist je rechterbuikspier gaan trainen, want als je de schuine gaat doen, dan gaat dat zomaar aan die hechtingen trekken. Oké. Dus ik moest een soort hele reset van, oké, maar hoe sta ik dan op uit bed? Hoe til ik mijn kinderen dan? Wanneer mag ik ze weer tillen? Dat soort dingen. Dus ik ben bij de fysio begonnen en ik moet zeggen, ik had dus een soort plateau bereikt. Nou, het schiet allemaal niet erg op en ik kan maar een paar uur per dag zitten en Maar sinds ik bij de fysio ben, dus dat is nu ruim een week, merk ik echt verschil. Ik maak echt weer sprongen. Ik kan ineens echt weer veel meer. Dus dat betekent dat zeg maar de rechte buikspieren eindelijk weer weten dat ze bestaan. En ze zijn natuurlijk nog niet op full strength, maar ze zijn echt wel weer geactiveerd. En dat vind ik heel erg fijn. Ik merk dat ik langer kan zitten, beter kan bukken, al iets van boodschappen kan tillen. Ze heeft gezegd, ga maar nog niet Elin tillen. Niels al helemaal niet, want hij is natuurlijk veel zwaarder, maar Elin is niet zo zwaar. Elin is zo'n 8 kilo en 1 jaar. Dus die til ik nog niet. Wat ik nu wel doe, omdat zij nu staat, kan ik er zeg maar, aan de hand lopend zeg maar, meenemen. Dus ik kan er in ieder geval een soort van A naar B verplaatsen. Moest Sven vanmorgen wat eerder weg en mijn moeder was er nog niet. En dat hebben we tot nu toe eigenlijk nooit gedaan. Maar nu zei ik, het is een kwartiertje of zo, dus dat gaan we gewoon doen. Maar toen had ze gepoept, dus toen heb ik het aankleedkussen op de grond gelegd. Heb ik haar haar handjes in mijn handen genomen. Gewandeld naar het kussen, haar erop gelegd en toen er verschoond. En dat ging prima. Dus dat kon ik eerder niet, want dan moest ik veel te lang gebukt lopen. Dus ik hoef er nog niet te tillen, maar kan al wel veel meer. Kan nog niet in bed. Of uit bed doen. Maar dit is in ieder geval weer een stap. Het tillen zei ze. Ja, ik zou er echt pas mee beginnen na 8 weken. Ik heb volgende week weer fysio. Ik heb nu elke week fysio. En dan gaan we kijken. Oké, hoe kan ik haar dan het beste gaan tillen? Dus dat is voor volgende week. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Want we gaan bijna op vakantie. Dus hoe lekker is het als ik haar op vakantie in ieder geval gewoon kan tillen. En natuurlijk moet ik niet meteen de hele dag met haar rond gaan slepen. Dat snap ik. Maar dat ik in ieder geval iets kan doen is al heel fijn. In die zin merk ik wel heel erg vooruitgang en daar ben ik echt heel blij om. Ik voel het ook gewoon, want ik moet nu gewoon bepaalde oefeningen doen en denk van, het gaat ineens beter dan de dag ervoor. En ik ben ook al een keertje weer naar de Zumba geweest. Heb ik wel een rustige les gekozen en heb ik ook rustig aangedaan. Maar ik was er weer en ik heb niet wild gesprongen of helemaal rare dingen gedaan. Maar gewoon een beetje weer erin komen en dat ging. Dus daar was ik ook heel blij mee. Ik ben ook een keertje naar de sportschool geweest. En heb ik gewoon echt gezegd, oké, ik ga ik ga een half uurtje. Niet langer, niet te gek doen, niet te zwaar. Als het ook maar een beetje te zwaar voelt, zet je hem lager. Want ik ben al snel gewend te veel te doen. Dus ik moet mezelf heel erg temperen. En dat ging goed. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk van mijn buik geen last heb gehad. Daarna, ik had wel last van mijn benen. Oh. Maar dat is niet erg. En zo kom ik elke dag een stukje. Ik heb laatst stof gezogen. Ik heb een keer gedweld. Dat soort dingen dat je denkt, dat kon ik gewoon allemaal niet meer. En dat gaat nu. En natuurlijk moet ik niet
alles op één dag willen doen. Maar ik ben al heel blij dat dit kan. Verder, qua litteken vind ik nu niet heel veel verschil met vorige keer. Mijn navel heb ik wel het idee nog iets beter. Dus ik kan het wel even laten zien. Nou, dit is dus in kleren. En dan heb ik nu, dit is volgens mij een hemd van de Primark, dacht ik. En dit is nu mijn buik. Ik ben ook aan het trainen om mijn navel wat meer in het midden te krijgen. Dit is hem van de zijkant. En ik weet niet of jullie nu... Oh, ik kan nu net de hechtingen zien. Burp. Nou, ik heb niet het idee dat het litteken heel erg veranderd is. Ten opzichte van vorige keer. Wat ik doe is, ik smeer met vitamine E. Maar dan de pure versie. Dus ik bestel gewoon vitamine E olie pilletjes. Als waar je die kan innemen. Maar die knip ik open. Doe ik er een klein beetje babyolie bij. Dat smeer ik in mijn handen. En dat masseer ik op het litteken. En dat doe ik 's avonds. Dat is vrij vettig. En dan doe ik 's ochtends slakkengel. Weet niet of het werkt. Ik smeer het erop. Volgens mij is het vooral belangrijk om te smeren. Het maakt niet zoveel uit waarmee. Maar ik kreeg wel wat goede tips over vitamine E. Maar als het in crème zit, is het een te lage concentratie. Dus nu is het hoge concentratie. Dus dat zou dan beter werken. Ik weet niet. Ik vind mijn litteken best wel prima uitzien. Voor 7 weken na de operatie. Dus mij hoor je niet klagen. Ik hoop wel dat het nog wat gaat vervagen. Uiteraard. Maar ik ben hier al best content mee. Dat zijn denk ik de belangrijkste dingen. Het is gewoon het ging zeg maar zo en toen ging het zeg maar zo en nu gaat het weer een beetje zo en daar ben ik heel blij om. Ik zit even te denken of ik nog handige tips heb. Ik heb natuurlijk vorige keer al wat corrigerend ondergoed laten zien. Ik moet zeggen dat ik het nog vrij vaak aan heb. Ik heb ook aan de fysio gevraagd of dat het een probleem is. Het voelt voor mij zeg maar zeker die buik waar die navelbreuk zat. Rond die navel is allemaal nog heel gevoelig. Het voelt een beetje als een soort slapend been. Dus ik vind het heel fijn als daar nog iets van extra protection zeg maar zit voor mijn gevoel. En het voelt gewoon, vind ik nog steeds prettig, gewoon extra versteviging. Terwijl ik normaal echt corrigeerd ondergoed helemaal niet lekker vind zitten. Maar ik heb wel de milde versie. Ik heb een goede tip gekregen van een vriendinnetje. En dat zijn de, ik denk dat ze licht corrigerende hemden van de HEMA zijn het. Die zijn naadloos. En die zijn echt heel mooi. Je hebt volgens mij het zwart en het huidskleurig. En ik heb nu een zwarte. Heb ik heel vaak aan. Zit gewoon heel zacht, comfortabel. Het is, ja, corrigerend is echt een heel groot woord. Maar het is gewoon net een beetje steun. Die vind ik heel fijn. Kreeg ik als tip van een vriendinnetje die daar ook in woont. Dus die wil ik even meegeven. En verder. Primark is prima voor als je gewoon echt goedkoop zoekt. Dit hemd is volgens mij van Primark, dacht ik. En dit is een, het is gewoon een zwart hemd en het heeft hier nog een kanten randje. Dus het ziet er ook nog een beetje gezellig uit. Degene die ik vorige keer heb gezien, draag ik ook nog steeds. Die ik vorige keer heb laten zien, draag ik ook nog steeds vaak. Ik merk wel dat ik steeds vaker naar de hemden grijp. Omdat ik het zo geklooi vind met zo'n bodystocking pak ding aan. Dus ik merk dat ik vaak naar de hemden grijp. Ik probeer het 's avonds gewoon uit te laten. Thuis als de kinderen naar bed zijn. Want met de kinderen vind ik het ook nog wel een soort prettige protection shield. Maar als de kinderen naar bed zijn, doe ik het gewoon uit. En zoals gisteren had ik een jurkje aan naar mijn werk. En toen dacht ik, ga het gewoon eens proberen. Zonder. En dat ging eigenlijk ook wel prima. Maar het voelt voor mij toch als een soort prettig. Dus ik doe het maar een beetje afwisselen. En zij zei dat het verder geen kwaad kon. Tenzij je echt super corrigerend, zeg maar, dan gaan die spieren niks doen. Dus je moet wel, die spieren moeten wel een beetje, maar ze doen. Mijn spieren kunnen prima iets doen. Hè? Dus voor corrigerend ondergoed. De HEMA heeft ook van die spaghettiband hemdjes. Volgens mij zijn ze vernieuwd. Dat weet ik niet. Maar degene die ik heb. Heb ik ook vaak aan. Maar die zijn wel een beetje van die oproldingen, zeg maar. Dus die rollen een beetje op. Dat is een beetje irritant. Maar goed, als je goed in je rok zit, komt het goed. Maar als je bijvoorbeeld een jurkje aan, dan zit je op een gegeven moment halverwege je buik. Niet zo heel erg sexy. En je hebt natuurlijk ook van die shaping panties. Ik weet niet of iemand er ervaring mee heeft. Maar ik dacht, zeg maar, in de herfst is dat misschien wel lekker. Maar ik heb er geen ervaring mee. Dus heb je tips voor shaping panties?
en dan vooral bij de buik, dan let me know. Maar ja, nee, dus dit is eigenlijk een beetje de update. Heb je nog vragen, stel ze vooral. En ik weet dat een aantal van jullie de operatie ook overwegen. Dus heb je daar vragen over, anytime, zet ze hieronder. DM ze in mijn Insta, maakt allemaal niet uit. En ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik kom uiteraard nog een keer terug voor een update. Maar dat wordt waarschijnlijk na mijn vakantie. En dan gewoon over hoe de vakantie is gegaan. En of ik inmiddels Eling kan tillen en dat soort dingen. Dus ik neem jullie mee op vakantie in mijn vlogs. Dus die kan je... ik denk dat ze vanaf komende zondag tot de vakantievlog zijn. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Nee, nog iets later. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Kijk dat vooral en dan zie je wel of ik Eling til. Maar ik zal nog uiteraard nog een update plaatsen. En ik hoop op een gegeven moment nog een keer een update te plaatsen. En dat al het vocht wat weg is, dat wegblijft. Want nu zit er nog heel veel vocht in mijn buik. Maar goed, ik kan niet alles in één keer doen. Super dank voor het kijken. Mocht je het ook hebben gedaan, succes met het herstel. En heel graag tot snel.